MVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media. Deze keer in MVV-TV Magazine. Neemt Rico Zegers plaats op de bank bij Stefan? Je had er lang naar uitgekeken, hè, dat je eindelijk bij me op de bank mocht plaatsnemen. Ja, ik hoorde de verhalen, dus zeker naar uitgekeken, ja. Gaat Mitchie proberen Matteo van zijn troon te stoten? Oké, hoeveel denk je dat je gaat raken? Ik zal 15. Oké. Nou ja, succes Mitchie, we tellen af. Interviewt Frans Steunis de enige echte Johan Dijkstra. 346 wedstrijden heb je gespeeld. Ja, een ding, ik heb waarschijnlijk niet gespeeld. Beantwoordt Thomas van Bommel de 25 vragen. Nederlandse stampot of liever iets uit de Thaise keuken? Thaise keuken. En trakteert Rob ons weer op een prachtig MVV-verhaal. Dan klommen de mensen op de torens van deze villa. En van daaruit hadden ze een fantastisch uitzicht op het stadion De Bospoort. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van MVV TV Magazine. We zijn er weer en met niet zomaar iemand naast mij, Rico Zegers. Rico, welkom. Dank u wel. Je had er lang naar uitgekeken, hè, dat je eindelijk bij me op de bank mocht plaatsnemen. Ja, ik hoorde de verhalen, dus zeker naar uitgekeken, ja. Ja, het gaat er wel aan toe hier bij MVV TV Magazine. Maar voordat we met jou gaan praten, gaan we eerst eventjes kijken naar eigenlijk de spannendste competitie die in Zuid-Limburg zich afspeelt. Dat is de Latje-trapcompetitie van MVV. Kenneth, wie gaat de trappen? Ja, we staan op het veld met de nummer 1 van de competitie. Heb je tips voor Mitchie? Tips? Ik hoop niet dat hij meer haalt dan ik, dus ik ga geen tips geven natuurlijk. Ah, okay. Ik zou mijn best doen om op nummer 1 te staan. Ja. Ja. En speelt het al een beetje in de kleedkamer de competitie? Ja, ze wensen mij allemaal veel succes. Ja? Ja, dat wordt toch wel sportief. Ja, voilà. Yeah. Ah, okay. Mitchie, hoe ga je het aanpakken? Want jij bent natuurlijk oog voor scherpte, heb je? Ja. Gaat het ook makkelijker voor je zijn? Ik zal gewoon op techniek gaan en zien wat er kan gebeuren. Oké. Okay. En misschien ook nummer 1 staan. Wie weet. Oké. Okay. Hoeveel denk je dat je gaat raken? Ik zal 5 zeggen. Oké. Okay. Nou ja, succes Mitchie. We tellen af. 3, 2, 1. Eén. Twee. Putain! Et moi, frère! En drie. Putain! Voilà, je dois avoir 6, frère! Mitchie, ik heb geprobeerd. Man. Bijna. Ik kon er 7 hebben, maar... 2 net niet, 2 hè? Net niet. Maar net niet. Blijf op 3. Matteo 1. Proficiat. Prima, toch? Tweede plaats. Goed zo. Stefan, terug naar jou. Ja, Rico, we kennen je eigenlijk als rechtsback binnen MVV. Maar ik kan me de wedstrijd tegen Eindhoven herinneren. Toen stond je op een gegeven moment centraal. Hoe was dat? Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik heb vaker centraal gespeeld. Dus het was eigenlijk niks nieuws voor mij. Bij PSV heb ik eigenlijk jaren centraal gespeeld. En bij Fortuna Sittard ook. Dan heb ik zelfs nog op middenveld en in de spits gespeeld. Dus okay. Ja, op zich, ik vind het wel fijn om centraal te spelen, ja. Hoe ben je dan op een gegeven moment op rechtsback terechtgekomen? In de onder-17 bij PSV ben ik rechtsback gezet. En ben ik in de onder-19 ben ik weer centraal geworden. En toen het eerste jaar van jong PSV ben ik ook rechtsback geweest. Ja, is dat die centrale rol, is dat iets waar je voor jezelf in de toekomst ook een plek ziet binnen het MVV? Ik vind centraal wel fijn spelen, alleen denk ik, dan heb ik wel een grote speler naast me nodig, want ik ben niet de grootste voor centraal. Daarom ben ik misschien ook back gezet, maar in principe wel een fijne positie, ja. Maar wat vind je zo fijn aan die positie dan? Je bemoeit je eigenlijk iets meer met het spel, ook vooral in de opbouw. Je kan de opbouw verzorgen en je bent eigenlijk niet afhankelijk van wat je krijgt van de anderen, want op rechtsback sta je zeg maar aan één kant. Ja. En je hebt veel concurrentie op die rechtsbackpositie. We hebben er al de nodige op die plek gezien dit jaar. Ja, ja, sommigen zijn ook weer weg. Ja. En er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Dus, Ja. Dit seizoen, hoe gaat het met jou persoonlijk? Ik denk dat ik qua minuten wel tevreden ben. De resultaten de afgelopen wedstrijden zijn natuurlijk niet waar we op hopen. Dus er moeten snel punten gepakt worden. En voor mij persoonlijk denk ik dat ik aanvallend nog meer moet brengen, ja.
Ja, aanvallend. En dan, ja. Dan op die rechtsback positie? Ja, op rechtsback is het wel makkelijker als je kijkt naar de centrale positie. Dan als rechtsback kan je ook aanvallend meer brengen. Dus dat zal er wel moeten komen, ja. Waarom heeft dat dan nog niet plaatsgevonden dit seizoen voor jou? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk, we zijn ook een ploeg die niet altijd heel veel de bal hebt. Dus dan speel je automatisch iets meer achter de bal. Maar de momenten dat we eruit komen, dan moet je eigenlijk wel gaan. Dus dan moet je de meters maken om voor hem te komen. Ja, het zit er in ieder geval wel in. Ja, ja. Ja, eigenlijk vorig jaar de assist tegen Roda. Zo moet het eigenlijk gebeuren. En dan moet ik er wel meer van gaan krijgen, ja. Ja, dat is het beste voorbeeld eigenlijk. Die assist op Jérôme de Jong was dat, geloof ik. Ja, klopt. Ja, oké. Even kijken naar het elftal. Er zijn nu wat nieuwe jongens bij en zo. Iedereen wil natuurlijk toch weten, gaat MVV nog meedoen om een prijs? Een na-competitieplek bijvoorbeeld. Wat voor gevoel heb jij? Ja, ik denk dat we nu ook vooral lastige tegenstanders hebben gehad. Ik denk dat we nu echt punten moeten gaan pakken. Ja, oké. Okay. We gaan zo meteen verder praten. Maar we gaan eerst naar onze gewaardeerde collega Frans Teunis, want die is op pad met Johan Dijkstra. Hoe zijn ze gebleven, lieflui? En ik heb daar weer een gevonden. En niet de eerste de beste. Een van zijn pita, 17 jaar lang, bij ons MVV. Johan Dijkstra, wie is er met? Goed, naar omstandigheden, hè, mag ik niet klagen. Hè. Ja. En deze titel vooral lastig hebben. Hè. Ja. Met de gezondheid, maar dat is gelukkig om niet voorbij gegaan. Oh ja, dat is van aan. Deze dag in de voetballerij zo... Ik kom consequent kijken, hè, natuurlijk, naar de jongens. Ik ga dan vooral naar de jeugd kijken, daar ben ik bij betrokken een beetje. Ja. Met de academie wat ze opzetten. Maar ik bleef uiteraard de club volgen. Johan, de Hup is altijd een verdediger gespeeld, maar dat was eigenlijk in de spits bij Sint-Pieter op zich gevoetbald. Ja, dat is eigenlijk een beetje een paasverhaal. Ik speelde mee op de Berg. Op Sint-Pieter. Op Sint-Pieter, want ja. ik was aanvaller, spits. En in augustus stond ik als spits in de dienst bij MVV tegen Israël en Lazaroms. Tegen Feyenoord? Tegen Feyenoord. Ja, toen ik in de bal geraakt heb, hoef ik niet te zeggen. Nou, tegen die twee. Ja? Wat het zo? Ja, ik word er niet over. Dat was duidelijk. Ja. Heb ik twee wedstrijden gestaan in de spits. Tegen Feyenoord en dan nog altijd bij NEC in Nijmegen. En toen ben ik op de bank terechtgekomen, ik heb in het tweede gespeeld. En ik ben zo halverwege het seizoen als verdediger middenvelder. Wie kwam dat eigenlijk? Als je dat kwam door een blessure. Blessures in het elftal. En Knobel die zat een beetje in verlegenheid, nog moet zeggen. Dus ik dacht, dat gaan we proberen, Johan. Hè. En sindsdien heb ik altijd gespeeld. Ik heb in de verdediging, hè? Verdediger middenveld. Ongeveer tien jaar. En later in het centrum terechtgekomen. Moet ik je even voorstellen, als je dan 17 jaar lang bij MVV gevoetbald, 346 wedstrijden heb je gespeeld. Ja, en ding, ik heb waarschijnlijk meer gespeeld, in de Eredivisie. In de Eredivisie, ja, dat heb ik gedaan. Die van de tweede divisie, ja, niet metgeteld. Nee. Dan heb je nu sinds dat iemand anders, hoe ze dat noemen, die getrokken heeft, bijvoorbeeld, dat was toch een geweldige verdediger eigenlijk. Om nog een andere club te gaan. Even heet gespeeld terug naar PSV zou kunnen gaan. Maar een van de problemen in die tijd was, als de contract afliep, dan kon ze niet zomaar van club veranderen, naar van betaalde club. Ja. Dan hong ze toch nog altijd vast aan de club. Nee, dat is, wie nu, als de contract afliep, wist de transfer vrij. Ja, ja. Maar dat was in die tijd niet. Nee. Dus het is er niet van gekomen en ik heb er geen spijt van. Maar wie vond zich nu de trainer die de gemeente heeft bijgebracht van voetbal? Zonder meer Knobel. Dat wel? Knobel, ja. Die heeft er helemaal gevormd aan? Ja, ja. En wie wordt de gezelligste trainer? Ja, ik vond een hele prettige trainer was Steegman. Leeuw. Hij was een beetje diplomaat. Ja, ja. Dat golfde zo'n beetje. Ik kan van Sparta geloof ik, hè? Ja, ja. Toch? Ja. Ja. Leeuw was een prettige man. Ja. Van hele dingen. Ja, trouwens, ik koos ook goed overweg met Knobel. Trouwens, met iedere trainer heb ik eigenlijk weinig problemen gehad. Ik wens ze in ieder geval nog heel veel gezondheid, ja, heel veel geluk. Ja. En ik hoop dat ze nog heel lang
bij ons MVV eens komen loeren. Geef je een hand. Veel plezier en dank veel geluk. Je, dank je. En voor die ook een goede gezondheid. Geer gedaan. Voorzien het met de vaste avond. Oké, Rico. Jij zei het net zelf al. Je hebt een verleden bij Fortuna. En ja. Bij Jong PSV, waar je uiteindelijk van bent overgekomen. Wat kun je vertellen over die periodes? Ik ben begonnen bij PSV. En toen ben ik vanuit daar naar Fortuna gegaan. 3 jaar. Ja, daar kwam ik eigenlijk als centrale verdediger binnen. Maar daar heb ik wel heel veel geleerd, ook op andere posities. Daar heb ik op nummer 10 gespeeld, op middenveld, in de spits. En ik had Robert van der Weer toen als trainer. Okay. Dus, Ex-MV. Ja, ja, echte spitstrainer ook. En ja, daar heb ik een jaar in de spits gespeeld. Dus dat waren wel 3 hele mooie jaren waar ik veel geleerd heb. En toen zag ik dat het niveau bij Fortuna wel iets minder werd. En toen ben ik teruggegaan naar PSV. Daar ben ik weer centraal geworden aan rechtsback. En vanuit daar ben ik naar Jong PSV doorgestroomd. Ja, heb je daar veel minuten gemaakt bij Jong PSV in de keukenkampioendivisie? Ja, het eerste jaar wel. En toen het tweede jaar kwam eigenlijk halverwege op het einde corona. Hmm. Dus toen werd het eigenlijk minder. En er kwam ook weer veel meer jeugd van onderop door. En toen heb ik in de winter besloten om hier naartoe te komen. Ja, lastig concurreren met zoveel talent wat bij zo'n topclub. Ja, er wordt heel snel doorgeschoven. En ja, als je als PSV jou niet ziet als speler voor 1, dan is het eigenlijk, dan gaan ze gelijk kijken voor onderop om door te schuiven. Ja. Had je dat gevoel dat PSV jou zo niet zag? Ja, dat was uiteindelijk wel duidelijk dat ik niet goed genoeg voor 1 was. Dus dan zie je dat ook wel terug aan de speelminuten. En daarom heb ik bewust ook de stap genomen om naar MVV te komen. Ja, ja, want dan komt MVV en wat denk je dan? Ja, ik ben zelf Limburger, dus uiteindelijk een mooie stap. Mooie club, dus het gevoel was eigenlijk gelijk goed, ja. Ja, en voor hoe lang heb je getekend? 2 jaar. 2 jaar, dus je hebt nu nog 1,5 jaar te gaan. Yes. Ja. Oké, ik zag ook dat jij voormalig international bent van Oranje Elftallen. Voor selecties heb ik vaak gezeten, in de onder 15 en onder 17 vooral. Ik ben ook een keer op trainingskamp uitgenodigd. Alleen word ik toen geblesseerd geraakt in een wedstrijd tegen Vitesse, was dat toen, met PSV. En ik heb wel trainingstages afgewerkt in Zeist op de KNVB campus. Dus dat zijn wel mooie ervaringen. Ja, heb je dan ook tussen namen getraind die nu heel groot zijn, dat je je kan herinneren? Seb van den Berg die speelt nu bij Liverpool volgens mij. Even denken, ja, Mo Iatare, Boadu, kijk. Myron. Er zijn er nog wel een paar, maar daar kom ik even niet op. Nou, zet toch een mooie naam. Ja, Mitchell Bakker ook nog. Oké. Nou, heel mooi. Daarover gesproken, wat zijn jouw toekomstdromen binnen het voetbal? Ik denk eerst op korte termijn promotie met MVV. Lijkt me echt geweldig. En vanuit daar misschien een stapje hoger. En dan zien waar het schip strandt. Ja, je zegt promotie met MVV, dat zeg je heel lachend, heel trots. Maar je bent een jongen uit echt. Ja. Is die binding met MVV, voel je die echt? Leuke woordspeling trouwens, als ik hem nu zo hoor. Als Limburgse jongen is het wel leuk om bij een Limburgse club te spelen. Nou ja, MVV is natuurlijk een mooie club, dus dat voelt goed. Ja, heel mooi. We gaan even naar een collega van jou, want Thomas van Bommel die is 25 vragen gesteld. Oké, Thomas, ben je er klaar voor? Yes. 25 vragen, kort en bondig antwoorden en op het laatste mag je op eentje terugkomen. Daar gaan we. Manchester City, Bayern München, Barcelona of Paris Saint-Germain? Bayern. Puma, Adidas of Nike? Adidas. Welk MVV-tenue vind je mooier, het zwarte uit of het rode thuis? Rode thuis. Netflix, Videoland of gewone televisie? Netflix. Gerard Joling of Gordon? Gerard Joling. NOS, Journaal of Temptation Island? Temptation Island. Porsche of Ferrari? Porsche. Big Mac of frietje mayo? Big Mac. Bioscoopje of terrasje? Terrasje. Kunstgras of natuurgras? Natuurgras. Zwart, bruin, rood of blondine? Blondine. Luie strandvakantie of avontuurlijke rondreis? Strandvakantie. Messi of Ronaldo? Messi. Vlees of vegetariër?
Vlees. Apple of Samsung? Apple. Voetballen bij regen of droog weer? Droog weer. Nederlandse stampot of liever iets uit de Thaise keuken? Thaise keuken. Een goed boek, voetbaltijdschrift of gamen? Gamen. Biertje, cocktail of frisdrank? Frisdrank. Ajax, Feyenoord of PSV? PSV. Glas half vol of half leeg? Half vol. Zelf voetballen in Engeland, Duitsland of Spanje? Engeland. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. Huis met tuin of liever een appartement? Appartement. Jouw grote voorbeeld op het voetbalveld is? Messi. En wil je nog ergens op terugkomen? Nee, of niet. Dankjewel. Hoe zou jij je rol in de groep beschrijven? De rol in die groep? Ja, ik denk vooral een beetje sfeermaker. We hebben wel een leuk groepje, ook tussen de middag na het eten. We hebben wel een beetje een vast groepje waar we mee doen tafeltennis of ja, spelletjes. Ja, wie zijn dat dan? Matteo, Marco, Sven, Van Bommel, Tim. Ja, er zijn er nog wel een paar. Dus uiteindelijk kunnen we allemaal goed met elkaar. Maar ja, ik ben wel in voor een grapje, ja. Ja, ja, is het zo? Ja, de voetbalgrapjes die komen wel terug in het kleedlokaal, ja. Ja, kun je een mooi voorbeeld noemen? Ja, hij weet zelf nog niet wie de dader is, maar dat weten bij deze. We hadden, Matteo en ik hadden, ja, we hebben zakjes met iced tea in het kleedlokaal voor een bidon. En die hadden we in Marco's sok gedaan, dus toen hij zijn sokken aan het trekken was, zaten zijn tenen vol iced tea poeder. Maar ja, dat weet hij nog niet. Ja, bij deze Marco. Voetbalhumor noemen we dat, hè? Ja. Ja, 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 heel mooi. En als we, ik stel ook altijd eigenlijk de vraag aan de jongens die hier zitten, ja, hoe het er op persoonlijk vlak voor staat. Ben jij getrouwd? Heb je een relatie? Ja, nog niet getrouwd, wel een relatie, ja. Ja, met wie? Celine. Ja. Celine, en hoe lang zijn jullie bij elkaar? Bijna een jaartje. Oké. Okay. Ja. Maar jullie wonen niet samen? Nee, nog niet samen, nee. Nee, 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 oké. Okay. Maar dat gaat er dan wel vast van komen op termijn. Ja, nog even wachten, ja. Ja, 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 oké. Okay. Hey, wat zou jij zijn geworden als jij geen profvoetballer was geweest, denk je? Ja, ik denk dat ik op werkgebied bij de politie was gegaan. Ja? Ja. Dat trekt je wel? Ja. Waarom? Ja, ik heb het altijd eigenlijk, ik zeg dat eigenlijk sinds vroeger al. En ja, lijkt me wel interessant om die opleiding te volgen, ja. Nou, wie weet ooit nog, hè? Ja. Nou, je carrière. Ja. Ja, je zult toch iets moeten gaan doen naar je 35ste of zo. Ja. Ja. Oké, okay. We gaan overschakelen naar een stukje historie. En daar kan Rob Beaumont ons alles over vertellen. Vandaag gaan we het hebben over het eigenlijk eerste stadion van MVV. De Bospoort. Voor de jongere luisteraars en kijkers een volstrekt onbekend iets. Waar lag de Bospoort? De Bospoort lag op het einde van de huidige Bosstraat. Als je die uitloopt, kom je uiteindelijk bij de Noorderbrug. Daar loopt een spoorwegovergang en die lag er toen ook. En daar vlak achter was een pad dat je in moest lopen en daar kwam je bij het eerste stadion van MVV uit. Dat stadion bestond uit het merendeel van staanplaatsen en één zittribune. En bij de aanvang van MVV in dit stadion in 1910, bij de aanvang daarvan konden er 145 mensen op die tribune zitten. Onder de tribune waren de kleedkamers, dat wil zeggen kleedhokken, want meer was het niet. De rest van het stadion was staantribune en achter een van de doelen had je de jongere staantribune. De gamin-tribune, zoals we die nu kennen, was er toen ook al. Vaak werden de wedstrijden van MVV bezocht door soldaten. Want MVV was een garnizoenstad en die soldaten lagen in de tapijnkazerne. Het verhaal gaat dat die soldaten altijd voor de tegenstander waren en niet voor MVV, want zij kwamen uiteindelijk niet uit Maastricht. Achter dit stadion lagen nog twee velden. Eén trainingsveld voor het eerste van MVV. Daar stonden drie lantaarnpalen en die verzorgden het licht. Daarnaast was er een veldje waar de jeugd zijn wedstrijden speelde. En de jeugd mocht zich omkleden in een gebouwtje dat nog minder het predicaat hok had en waar ook de treinknecht woonde. De treinknecht heette meneer Pra. En meneer Pra had waarschijnlijk te maken
met zijn naam dat hij een vluchteling was die kwam uit Praag. Hij woonde in een van die hokken. Hij beheerde wat schapen die het veld schoonmaakte en afknabbelde. En hij zorgde voor het stadion voor de rest. Wat ook een leuk feitje is dat aan het begin van het pad naar het stadion er een hele grote villa stond. Villa Ceres. Die kun je op de foto's nog zien. Het bestaat niet meer, is gesloopt. Maar op het moment dat MVV topwedstrijden speelde in die periode en het stadion uitverkocht was, op het einde konden er 18.000 mensen in dat stadion de Bospoort, dan klommen de mensen op de torens van deze villa en van daaruit hadden ze een fantastisch uitzicht op het stadion de Bospoort. In die tijd, het einde van de jaren 40, begin 50, wordt de druk op MVV, die dit stadion gehuurd had, steeds groter om te vertrekken. Immers, om het stadion stonden een aantal grote fabrieken. Denk aan de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek, de zakkenfabriek, het staalwerk, de Maas die daar zaten en die wilden ruimte innemen om hun fabriek uit te breiden. In 1947 sprak de burgemeester al over om te vertrekken. En in 1961 was dat een feit en toen zijn we gegaan naar de Geuselt en is het gebied afgebroken. Daar stonden op het veld bij de Bospoort twee tribunes. Eentje is pas in 1953 gebouwd omdat toen de Eredivisie zou beginnen. Die tribune is afgebroken en vervolgens verplaatst naar de voetbalclub Minor in Nut, waar ze jarenlang als de tribune van deze voetbalclub heeft gestaan. Leuk detail nog is dat de mensen die naar MVV kwamen kijken vanuit West over de Bosstraat naar het stadion liepen. En in de Bosstraat waren er in die tijd erg veel cafeetjes en voor de wedstrijd zaten die meestal goed vol en na de wedstrijd ook. De mensen uit Maastricht-Oost kwamen over de spoorbrug die er nog steeds ligt en kwamen zo kort en snel uit bij het stadion de Bospoort van MVV. Al deze informatie over de Bospoort mochten wij ontvangen van Leo Partoens, die zelf daar gespeeld heeft, ja, in het stadion de Bospoort. Oké, Rico, ik ga jou bedanken voor jouw tijd, dat je hier bij mij op de bank zat. Het was een gezellig gesprek. En ik ga je veel succes wensen dit seizoen. Als je één ding moet noemen wat nog jouw grote doel is de komende 3 maanden, 4 maanden, wat is dat dan? De play-offs halen. Ja. Dat is zelfs een paal boven water. Dat is een groot doel, ja. Ja, nou, daar gaan we voor. Heel goed. Rico, dankjewel. Yes. En kijkers, bedankt voor het kijken naar deze aflevering MVV TV Magazine. Tot de volgende keer. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Supergame en Keno Media.